Kleine Drift werd vroeger het Kleine Driftje of Lage Drijfweg genoemd. Het eerste gedeelte van de Kleine Drift heette Eemnessersteeg en werd tot 13 november 1883 Drift genoemd. In een staat van 1562 uit het Algemeen Rijksarchief in Den Haag wordt de huidige Kleine Drift de Lage Drijfweg genoemd. En de Winkelerstraat. We zijn op bezoek bij de familie Reuling en we hebben een gesprekje met de heer Reuling. Onze eerste vraag aan hem is of hij een geboren Hilversummer is. Ik ben geboren in Meidrecht. Daar heb ik mijn leven lang verder gewoond en als banketbakker heb ik, ik ben mijn studie gedaan voor banketbakker en daar heb ik als banketbakker gewerkt. Verschillende jaren in Amsterdam gewerkt en in Uithoren gewerkt. En vanuit horen uit ben ik in Hilversum gaan werken. Hoe bent u hier zo terecht gekomen? Nou, door een vriend. Die hoorde van hier dat de zaak van de graaf hier voorheen inzat, verkocht werd. Daarom ben ik in contact gekomen met de graaf. En zo heb ik de zaak gekocht hier. Met de bedoeling om een ketbakkerij van te maken. En dat is alleen anders gelopen. Dat is na een half jaar is het... wat er een automatiek in zat. Het was een gedeeld automatiek en het was een gedeeld bakkerswinkel en broodbakker. Wij verkochten brood van Paul Keizerdas. En dat heb ik toen uitgedaan en toen ben ik helemaal overgegaan als op de snacks. Heeft u het eruit gedaan omdat het niet liep, die bakkerij? Dat liep totaal niet. Nee, we hadden toen op een ochtend, op dinsdagmorgen was dus anders, authentiek werd dinsdag dicht. En toen waren we alleen open voor ongeveer 15 à 20 broden die we verkochten per ochtend. Daar kun je moeilijk van leven. Daar kan je niet van leven, nee. Hoe lang woont u al hier? 27 jaar. En u heeft geen spijt? Tot nog toe niet, nee. U heeft dus een snackbar, hè? Nu verkoopt u dus patat en allerlei andere dingen en dat wordt in zakjes gedaan en in doosjes. Denkt u wel eens van, oh jee, het milieu? Ja, als we daar op stil moeten gaan staan. Kijk, het milieu, als we het in papier doen, is het net zo slecht voor het milieu als dat we het in plastic doen. De verwerking voor papier schijnt net zo slecht voor het milieu te zijn als verwerking voor plastic. Want er is veel materiaal voor nodig om papier te maken. Als plastic te maken. Dus er is eigenlijk voor de patatwinkel zeg maar geen zicht op dat er iets milieuvriendelijks is om in te pakken? Ja, papieren verpakking. Maar die papieren verpakking is ja, in feite wel milieuvriendelijk om af te breken, maar niet om te maken. Dus in feite maakt het eigenlijk weinig uit. U zit er nu 27 jaar, dus u ziet mensen hoe ze vroeger waren en nu, want 27 jaar, daar kun je haast over vroeger spreken. Hè? Wat vindt u? Er is een druk verschil. Hè? Ook de mensen die bij u in de winkel komen waarschijnlijk. Ja, er is een verschil. De mensen waren vroeger makkelijker. Waren eventjes, alles ging, het werd allemaal makkelijker gebracht. Toen waren ze wel meer vriendelijker, maar toen ging als de friet, kwamen alles in grote zakken. Er was geen bakjes erbij. Dus toen was het wel makkelijker verpakken. Toen gebruikten we veel minder verpakkingsmateriaal ook. Dus wat dat betreft is het wel veranderd. Tegenwoordig moet alles in bakjes met saus apart erbij, sausen, allerlei verschillende soorten sausen. En alles moet verpakt worden. In plastic zakjes moet alles mee naar huis. En vroeger hadden ze allemaal tassen mee.
Dus dan waren er geen tasjes. Tenminste, niet in die mate zoals ze nu zijn. Dus het werd allemaal even makkelijker gehaald. Woont u boven de zaak? We wonen boven de zaak, ja. Gelukkig wel. Ja, want u kijkt aardig uit dan op de Lorenzweg en de Minkelstraat en de Kleine Drift, hè? Dus u heeft een aardig uitzicht. Dat is heel leuk, ja. Ik neem aan, u heeft een beetje een kwetsbaar bedrijf, hè? Een patatzaak, daar komen dus ook veel jongelui. Neem ik aan, misschien naar de bioscoop of weet ik wat, maar... heeft u last van vandalisme? Daar hebben we heel weinig last van. Vroeger hebben we het wel gehad. Maar de jeugd die we nu hebben, hebben we eigenlijk allemaal op zich gewierd. En daardoor, ja, hebben we meer contact met de jongens. We hebben eigenlijk heel weinig last van vandalisme nu. Dit is gewoon, je gaat echt leuk met de jeugd om. En daardoor heb je weinig last van vechtpartijen of dergelijke. U zegt net, we hebben die jongelui op zien groeien. Betekent dat dat u meer mensen uit de buurt krijgt dan zomaar elders vandaan? Nou, veel mensen uit de buurt, maar ook veel mensen die in de buurt gewoond hebben, die weer terugkomen. Dus we hebben veel vaste klanten. Dat komt gewoon dat we zelf een eigen product maken, waar de mensen voor terugkomen. U woont boven de zaak, u vindt het een prettige omgeving. Is het wel zo dat als je een zaak hebt, dat je dan weinig kennis hebt in de buurt? Of gaat u goed met buren om? We gaan met alle buren goed om, hebben we niemand ruzie verder en hebben we niemand verder en meer contact. Je hebt nergens eigenlijk nooit geen probleem met buren.